Goedemorgen. Het is vandaag tweede kerstdag en ik heb vandaag lekker uitgeslapen. Echt heerlijk is dat. Ik heb nu kerstvakantie en ik hoef dus geen wekker te zetten. Echt super fijn. Heb ik een keertje tijd om wat langer in bed te blijven liggen. En ik ga me nu lekker opmaken. Om 1 uur hebben we hier brunch met oma. Dan gaan we lekker kerstontbijten, brunchen. En daarna ga ik naar Dennis, want daar hebben we vanavond een kerstdiner. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Ik ga weer iets met glitters doen. De glitters van gisteren, die krijg ik gewoon zo moeilijk van mijn gezicht af. Niet te doen. Maar goed, dat mag wel heel eventjes zo met de kerst. Maar ik heb ook nog een nieuw pakketje van NYX. En er zitten ook glitters in. Maar dan met zilveren. Er zit ook echt zo'n glitter lijn bij. Glitter primer. Dus misschien ga ik die een keertje proberen. Of mijn andere palet. Ik twijfel nog. Ligt er natuurlijk ook heel even aan wat ik aan ga doen. Ik heb me omgekleed en opgemaakt. En dit is dan de eindlook geworden. Ik heb mijn jurkje aan van Anna Alcazar. Die glittert echt super mooi. Beetje doorzichtig ook hier bij de mouwen. En ik heb mijn ogen opgemaakt met het paletje van NYX. Maar het is best wel heftig. Dit is meer een avondlook. Ik wist niet dat hij zo gepigmenteerd was. Dus ik vind het wel heel even wennen. Maar goed, het is op zich wel leuk. Het is kerst, dus dan mag het wel een beetje extra, toch? Ik heb hier het lekkere geurtje staan die ik van Dennis heb gekregen. Dit Chanel strik. Ik vind het zo leuk. Ik had het er weer omheen gedaan. Gabrielle Chanel. Ook alleen het flesje al is zo mooi. Echt zo lief. Kijk hoe mooi dit flesje is. Echt, ik ben hier zo blij mee. Die ga ik nu al even lekker opsprayen. Hij ruikt zo lekker. Nu naar beneden om lekker te gaan brunchen. Nou, de tafel is klaar en oma die komt eraan. Dus wij gaan zo meteen lekker brunchen. Zin in, lekker worstenbroodjes en lekker kerstbrood. Ik vind dat kerstbrood altijd zo lekker. Vooral het spijs vind ik altijd super lekker. Wie vindt ook spijs lekker? Want heel veel mensen laten spijs liggen. Dan denk ik echt, waarom laat je net het lekkerste gedeelte liggen? De rozen die ik voor mijn verjaardag had gekregen van Dennis staan nog echt zo mooi. Zo vind ik ze echt op zijn mooist. Prachtig zo open. De kersttafel ziet er weer ontzettend gezellig uit. Allemaal met gouden details. En er staan al wat lekkere dingetjes op tafel. Lekkere salades en meloen en brood. We hebben nu lekker pastijtjes. Kleine hapjes, ziet er super lekker uit. En we hebben hier ook heel even theerijk neergezet. Met allemaal verschillende smaakjes. En ik zag dus ook eronder staan, want nu had ik het pas goed gelezen, waar elke thee goed voor is. Dus hier zie je Lovely Markthal. En dan zie je daaronder, het is goed voor hart- en bloedvaten, stress en mondhygiëne. En zo zie je dat bij elke thee waar die goed voor is. En ik heb nu Lovely Rose gepakt. Zwarte thee. Nu is het tijd voor lekkere worstenbroodjes, die heeft mama zelf gemaakt. Super lekker. Nou, ik heb net mijn kerstpakket opengemaakt. En mama die heeft ook een kerstpakket, want ze werken allebei bij dezelfde organisatie. Kijk, dit zat er in ons kerstpakket. Voor allebei een theetje. Ziet er heel schattig uit. En deze chocolaatjes. Echt grappig, die tekst die erbij staat. En dan de bioscoopbon vind ik ook echt wel heel erg leuk. Kunnen we in de kerstvakantie naar een leuke film gaan. Een spel kaarten, een handcreme, er zat trouwens ook nog een kaartje bij om een boek te bestellen en een hele mooie mok. Echt super leuk, heel blij mee. Zo, we hadden net echt heel erg lekker gegeten, super lekker gebrunch, gezellig gekletst aan tafel en ik zit nu in de auto want het is nu al 3 uur. Ik ga op naar Dennis, oh mijn stem wordt in één keer eens. Ik hoop echt niet dat ik ziek ga worden. Dennis is echt best wel ziek geweest deze dagen. Ook met kerst was hij niet helemaal fit. Echt super jammer. En hij moest heel erg hoesten. En ik ben al heel erg ziek geweest. Dus ik hoop niet dat ik nu weer de griep te pakken krijg. En weer moet hoesten in de kerstvakantie. Dus fingers crossed dat ik niet aangestoken word. Dat is natuurlijk altijd wel lastig. Ik heb allerlei spulletjes bij. Ik heb hier een tas voor mijn schoonmoeder en schoonzusje met allemaal leuke cadeautjes. Voor mijn schoonvader heb ik ook een hele mooie armband van Tof. Die ga ik straks even geven. En hier in deze tas zitten spulletjes voor het voorgerecht. En mijn lekkere slofjes heb ik bij. Deze zijn zo fijn van Hunkemöller panterslofjes. Die heb ik echt de hele tijd aan als ik thuis ben. Kijk, even een sneak peek voor jullie in de goodie bag. Er zitten heel veel producten in van Weleda. Sabrina die sport heel goed. En dit zijn hele goede producten voor sporters. Er zit echt van alles in. Ik hoop dat ze het leuk vinden. Er zit nog een leuke panty in van Hunkemöller. Er zitten leuke, twee leuke flesjes in van Ibiza Ice. Hier van Weleda nog iets anders. Ik denk dat ze dat allemaal wel heel fijn vindt. Ik heb ook nog een heel leuk hoesje bijgestopt van Ideal of Sweden. Echt super mooi. En nog een hele leuke beauty blender. Invisibobble stiekjes. Dus die kunnen ze mooi samen gaan verdelen. Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Vast wel.
Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik had gisteren echt een superleuke tweede kerstdag diner gehad bij Dennis. Vandaag is het alweer woensdag, een gewone dag. En ik ben lekker vrij, want ik heb kerstvakantie. Maar er zijn nog wel een aantal dingen die moeten gebeuren, dus dat ga ik vandaag lekker doen. Ik ga allereerst even een planning maken, want dat is één ding waar ik niet zo goed in ben. Een planning maken. En het is niet erg als je ergens niet zo goed in bent, maar als je het van jezelf weet, is dat altijd wel heel erg handig. Dus ik ga zo meteen samen met jullie even wat dingen plannen die ik nog wil gaan doen. Ik moet sowieso nog aan mijn gymopleiding werken. In eind januari, begin februari ben ik daar hopelijk mee klaar. Echt blij mee. Anderhalf jaar heeft het geduurd en dan mag ik ook gymles geven. Sommigen van jullie weten het misschien nog niet, maar als je afgestudeerd bent aan de PABO en je bent juf, moet je nog een aparte opleiding doen om de gymles te mogen geven. Vroeger zat dat er gewoon al bij, maar sinds kort is er een aparte opleiding voor en ik ben daar bijna mee klaar. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Daar wil ik vandaag nog aan gaan werken. Ik heb nog een heleboel kleding die ik even wil uitzoeken, die ik wil gaan verkopen. Ik denk dat ik dat via Insta-stories wil gaan doen, maar misschien is het ook wel leuk om dat in deze vlog te laten zien. En mocht je dan leuke dingen zien, dat je erop kunt reageren. Ik heb vandaag trouwens echt een super chill pakje aan van Hunkemöller. Hoe leuk is dit pantervest? Echt zo blij mee. En ik heb er een roze velvet broek onder. En dan weer matching panterslofjes. Echt gewoon lekker een comfy lookje. Ik ben vandaag toch de hele dag thuis. Dus dan is het no make-up en pyjama's all day. En even lekker een kerstig ontbijtje. Ik heb kerstbrood met zeezoutboter. Echt zo lekker dit. En mama zelfgemaakte worstbroodjes. Echt lievelings. Lekker even wat eten. Deze planner van Pluk Amsterdam. Kijk wat erop staat. Dat is echt wel iets voor mij. En die is dan verdeeld in verschillende dagen. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En nog notities die je kunt maken. Dus ik ga gewoon heel even voor elke dag opschrijven wat ik nog moet gaan doen. Lijkt me een slim plan. Ik heb heel even een planning gemaakt. Ik ga zo meteen beginnen met de sale items te shooten die ik ga verkopen. Dan ga ik met de gymopleiding beginnen. En dan ga ik nog heel even een vlog editen. Morgen weer gymopleiding. Vrijdag weer gymopleiding. Zaterdag weer gymopleiding. En zaterdag ga ik ook worstenbroodjes pakken met mama. En dan ga ik zondag nieuwjaar vieren in Amsterdam. En dan blijf ik ook overnacht. Dus dan ben ik maandag ook nog met Dennis. En dan ga ik dinsdag ook aan de gymopleiding werken. Dus jongens, lekker veel aan de gymopleiding werken deze kerstvakantie. Let's do this. Mama, ze zien jouw leuke pinky pyjama. Ik ben bezig met closet seal. We zijn alles aan het sorteren. Het is echt zoveel werk. In ieder geval, de laden zien er nu weer gewoon netjes uit. Hopelijk kan ik dat ook zo houden. Hier liggen alle shirtjes. Nog meer shirtjes en heel veel leuke rokjes. En nu gaan we dit nog heel even allemaal sorteren. En dan ga ik heel even kijken wat ik allemaal ga verkopen. Wel echt veel leuke dingetjes, maar goed. Het is tijd om het heel even te organiseren. Kleding ligt hier. Ik ben er helemaal klaar voor om er foto's van te gaan maken voor de dingen die ik ga verkopen. En ik heb hier al even een kledingrek neergezet. Dan kan ik het mooi fotograferen. Rosé gouden hangertje. Ik heb even mijn ringlamp erbij gezet. Dan heb ik net wat beter licht. Als ik hier zo aan draai, gaat hij aan. En hij is best wel fel hoor. Kijk. Wow. Fel licht. Every child, baby boy and girl, wants to fly in the sky, want to feel the swirl around them. Snowflakes falling down. Every child, every boy and girl likes to dream of Santa Claus. Want to feel its warmth around them, like magic in the sky. Ding dong, ding dong, ding dong, it's Christmas. It's winter everywhere. Every child, every boy and girl, see the twinkling in their eyes when you tell Santa flies around them. Just see their twinkling eyes. Ding dong, ding dong, ding dong, it's Christmas, Merry Christmas. Ik ben echt de hele dag nog bezig geweest om de kleding te verkopen. Alles op de
foto te zetten. Alles op mijn Insta-story te plaatsen. Echt veel werk. En mocht je het nou gemist hebben, ik heb in deze vlog ook nog wat items gezet. Dus mocht je die leuk vinden, kun je daar gewoon heel even op reageren. En je kunt me ook altijd even een berichtje sturen op Instagram. Mijn Instagram naam is Lieke Biemans. Kun je me gewoon heel even een DM sturen met wat je leuk vindt en wat je wil bieden. En dan kunnen we wel even kijken of we er samen uit kunnen komen. Dus lijkt me echt heel erg leuk. Ik heb mijn pyjamaatje al lekker aan. Gewoon echt de hele dag pyjama dag gehad. Planning. Ik heb me er niet helemaal aan gehouden. Echt slecht. Morgen moet ik echt beginnen aan mijn gymopleiding. Maar het is nu al 8:30. Dus ik ga gewoon lekker op de bank zitten. Lekker een film kijken. Ik heb nu kerstvakantie. Dus ik wilde gewoon heel even een serie of een film gaan uitzoeken. Voor mij alleen. Want ik kijk wel vaak een serie samen met Dennis. Maar nu in de kerstvakantie heb ik ook wel gewoon tijd even lekker voor mezelf. Dus dan vind ik het wel gewoon leuk om met mij de serie te gaan kijken. Dus ga ik zo meteen al even naar kijken. Pakketjes liggen allemaal klaar om op de post te doen. Het postkantoor. Hier zijn alle pakketjes die ik al heb ingepakt. Zijn er al best wel veel. Echt heel erg leuk dat jullie allemaal zo leuke reacties hebben gegeven. Iedereen die wat heeft besteld, die heb ik al wat leuks bij gedaan. Gewoon allemaal leuke make-upjes. De doos was heel vol, nu is hij al best wel leeg. Maar ja, nog een kleine verrassing als bedankje voor de bestelling. En ik heb bij iedereen dit lekker geurtje erop gespoten. Deze ruikt zo lekker. Die is van Soap Heaven Scent. En die kun je gebruiken als homespray. Gewoon lekker voor in huis of voor op kleding. Ruikt echt heerlijk. iPad al even aan de lader gedaan, want hij is nog maar 4%. Mijn iPad gaat altijd zo snel leeg. En dan ga ik al even op de Ziggo app kijken. Want daar staan een heleboel leuke series en movies op. En dan klik hieronder op movies en series. En dan kun je nog kiezen uit series of HBO-series. Ik ga eerst gewoon heel even hier kijken. Even bladeren. Deze voorkant ziet er meteen wel heel erg leuk uit. Daar kijk ik altijd naar. Maar hij heeft wel maar 6 afleveringen. Vind ik dan jammer. Ik wil even iets waar er al meer afleveringen bij staan. Ik wil echt iets van een meisjesserie. Deze lijkt me best wel leuk. Even kijken waar die over gaat. Scandal. Ziet er best wel leuk uit al. Ik ga gewoon nog even verder kijken. En even kijken, HBO-series, wat dat precies is. Girls. Nou, dat klinkt meteen al heel erg leuk. Komische, semi-autobiografische reeks. New York City, vrouwelijke twintigers. Die ziet er wel heel erg leuk uit. Of... deze lijkt me ook heel leuk. Daar heb ik echt ook al heel veel goede verhalen over gehoord van andere meiden. Dat het echt een leuke serie is. Maar ik heb die nog nooit gekeken. Misschien moet ik me hier toch maar eens aan gaan wagen. Er zijn ook al echt heel veel seizoenen van op. 6 seizoenen staan er al van op. Met veel afleveringen. Dus yes, let's do this. Lekker kijken. Start vanaf het begin. Oh my god, het is al 11:30. Ik heb echt nog heel erg lang die serie zitten kijken. Ik denk dat ik een nieuwe verslaving heb gevonden. Echt heel erg leuk. En bij deze wil ik de vlog gaan afsluiten. Want ik ben echt heel erg moe. Dus ik ga lekker slapen. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie gezellig de volgende keer weer. Welterusten. Doei doei.